Steven! Auto's naar de startplek. Ik rij met jou mee, heb ik gehoord. Mooie dame, altijd mee. Ik ben net aangereden van 1,5 zal die hier markeren. Oh? Gaat die agent nog steeds om doen? Dan netjes rijden, hè? Ik heb de bodycam aan, dus je moet wel verwinnen. Ja. Luister, ik ben aan het racen. Ik ben er eentje over die finish heen geduwd, dan kom ik nog net op tijd om te winnen. Ik zal mijn gordel maar omdoen, voor de zekerheid. Graag. Voordat ik door de vooruit knal. Dan mag jij mijn leiden. Oké. Ik ga dan niet midden op de snelweg staan. Nou, als de armpjes omlaag gaan, dan mogen jullie weg. We gaan het doen. Zet hem op, zot! Go. What the fuck? Oh wauw! Ook zo! Oh, dat is wel gemeen! Hey, Er zijn wel mijn familieleden, hè? Verkeerd! God! Verkeerd! Oh. Dat is wel een beetje karma. Hoezo? Jij leidt me af, hè, met die verhalen over familieleden. Nou ja, auto gaat sowieso niet harder dan die van hem, denk ik. In wat rijdt hij dan? Ook hetzelfde, toch? Ik weet het niet. Wel heeft hij, ik weet niet eens waar hij nou in rijdt. Het is niet eens mijn auto, dus. Is dat ook lekker? Ik zie hem ook niet eens meer, maar ja, we lopen nu ook wel heel erg achter. Ja. We hebben toeristische route, jongen. Ja, hij moet echt lachen, dat weet ik nou al. Eerst raakt hij achter en dan pak je de verkeerde weg. Ah, jongen, dat... Oh, wow. Hoop politie, jongen. Ik durf niet meer bij jou in de auto. Ja. Ik denk dat we... Ik heb hartkloppingen. Godverdomme. Kijk nou. En de alarm doet het nog. En nou staan we midden op de weg. Wel een knaller dit. Dat kan je wel zeggen, ja. Wat een kerel, hè. Aan de kant. Oh, ik ben bijna overhoop gereden hier. Als je nog eens ideeën hebt, hè. Ben jij dat degene die gaat duwen ook? Hey, hallo, dus rustig aan. Oh. Zo, meneer. Nou. Kijk eens. Nou, perfect. Ja, daar zitten we dan. Godzalwa. Doe hem lopend, of wat? Zullen we het rennen doen? Nou, ik moet deze auto nog heel terugbrengen zo meteen. Oké. Maak er wel wat mee, maak. Van wie is die auto? Ja, geen idee. Ik ga wel even kijken. Ik mocht hem lenen. Dennis! Oh! Oeps. Oh. Mondje dicht. Jij reed even een stukje toch toen we touw gingen. Ja, het is ook. Maar goed dat ik mijn bodycam aan heb staan. Oh shit. Hè? Oh shit, nou Ik moet je rijskills even vastgelegd, jongen. Kan je dat stukje eruit even uitknippen? Nee, anders? Dat hoeft helemaal niet. Ik zal die extra clippen voor je. Oh. En hem naar je sturen. Nou.
Hallo meneer. Goedenavond. Deze dame die... Die heeft de auto op de stoep geduwd omdat hij niks aan het doen was. Ik heb even de auto veilig van de weg afgehaald. Kan, ja, allemachtig. Nou ja, het is echt staat niet normaal. In ieder geval op de stoep. Dus ja, we zitten in een race, hè. O jee. Nee, dat waren we niet aan het doen. Oh. Nou, we hadden wat haast. Klopt. Zat een wesp in de auto. Ah, juist. En dan is het race en hopen dat hij het zo uit het raampje wordt gezogen. Maar dit is toch ook weer. Maar hij stook in zijn nek en het ging mis. Vitaal. Helemaal. Hé, maar hij heeft dan een zwolle kop. Want ik kan eens even vragen of Koos misschien op plekken komt. En misschien is dat een idee. Dan kan hij even kijken. Ik weet niet of hij er is. Vraag maar naar Koos. Die is er meestal goed in de wespen gif uitzuigen. Precies. Ja. Ik ga het wel even vragen. Wacht, een moment. En wat zeggen we dan, Steven? Dankjewel, Inge. Koos, nou ja. Ik kan ook vragen of Linda komt. Ah, die kan goed zuigen, dat weet ik. Ik weet, Koos is beter in gif uitzuigen. Waar? Ja, die heeft al lange ervaring. Dus, Linda is zelf... Wat? Oh, kijk eens wie daar voorbij komt rijden. Ja, dag heren, voor het goede leven. Hey Steven, dit ging niet goed, hè? Ja, het ging... Ik zag je val tegen de muur uitvliegen. Hij had een wesp in mijn auto. Hij had een wesp in zijn auto. Moet afgesleept worden. En Koos komt even het gif uit zijn nek uitzuigen. Wordt zo geregeld. Oké, kan je die van mij even een kleine reparatie geven? Ik heb een klein tikje van. Alsjeblieft. Ik hoor Koos denk ik al. Ik hoor sirenes. Gelukkig. Of is dat de politieauto? Daar heb ik alleen de handheid op dingen niet. Ik heb wel een... Oh, dat heb ik Koos. Oh, nee. Koos. Oh, Dirk. Dirk hier. Wie heeft de wesp besteed, jongens? Ah, hier, in mijn nek. Oh, ik dacht dat het echt Linda was. Ja, dat is niet best. Dan ga ik even gauw de adrenaline spuit pakken. Moment. Oh. Ik ben wel bang voor spuiten, Dirk. Dat maakt niet uit. Hij zit er al in. We houden hem alleen nog even vast. Oh. En het gif moet even uit zijn nek worden gezogen. Eventjes. Maar daar was Koos goed ik in. Ik vind de adrenaline even iets beter. Ik ga over op mijn knietjes voor je. Heel goed, We gaan wel lekker... Oh nee. Oh, daar komt... Oh nee toch. Oh, dat trekt Inge aan, ja. Linda, hij heeft een dikke bult van wesp in zijn nek. Websysteem. Die moet uitgezogen worden door Koos, maar ik weet niet of Koos komt, anders mag jij het ook doen. Dan gaat hij hartstikke dood, want Koos is niet. Wat moet ik bij jou zeggen? Bij Steven. Hij heeft wespen. Hij heeft wespengif in zijn nek. Moet ik met jou mee, Zot? Ja, wat veiliger denk ik. Ik wil heel even kijken hoe Linda dat doet. Oh, moet je mee? Ik ga helemaal niet zuigen. Oh, nee, Linda. Dankjewel, Dirk. Ik laat het foto's aan. En wespensteek. Succes, Steven. Hey, Inge. Graag gedaan. Jij bent wel een mol, hè, Hero. Eerst een beetje mij afleiden en nu even ervoor gaan met de vijand. Dat is mijn familie. Precies. Ja, blijf rustig staan. Die rijdt wel met mij mee, omdat ik race en dan is het... Dat was wel een beetje karma, maar ik kon er niks aan doen. Vooruit. Ik kon er niks aan doen dat jij de verkeerde route nam. Vooruit, ik neem al wat schuld onder. Hey Revels! Heb ik jou een keer excuse nodig, me. Dan weet ik nou, in ieder geval, je bent van je bult af en het gif is eruit. Dus, dat klopt. Die wesp zit nog steeds in je auto, by the way. Inge, ga je mee. Gemaakte wagen. Nou, hey, dankjewel. Ik hoor het al. Ik ga mee tot straks, Steven. Steven Sukkel. Seagull. Heet Sukkel. Nee, Seagull. Ja, in het echt, ja. Nee, Seagull is het in het echt. Ja, oké. Doei, Dirk.